Drie keer per week wordt het bloed van Julietta hier gespoeld. Ze heeft een ernstige nierziekte en haar leven hangt af van deze apparatuur. Na 8 jaar moeten we terug naar Servië. Een negatieve beschikking gekregen, zoals dat in goed Nederlands heet. Wij hadden een huis daar, maar daar is na de oorlog niet meer van over. Vluchtelingenwerk zegt dat hulp voor haar in Servië niet toereikend is. Wanneer Julietta werkelijk terug moet naar Servië, vervalt ze dus in een levensbedreigende situatie.